We zitten nu 2 dagen voor het festival. De opbouw is 1,5 week bezig. We hebben een ontzettend mooie groep vrijwilligers die er al in weer en wind, nou letterlijk, het festival staat op te bouwen. Dus het gaat voorspoedig. We gaan zeker op tijd klaar zijn voor dit weekend. We hebben over het hele festival 3200 vrijwilligers. Dat is meer dan wat we tot nu toe ooit gehad hebben. Vrijwilligers is wel wat Bospop maakt en alleen met de vrijwilligers kunnen we dit doen. Dus wij als organisatie zijn daar ontzettend trots op. Er zijn dit jaar enkele veranderingen op het festivalterrein. Enerzijds hebben we natuurlijk het 24-uursgebied afgesloten voor bezoekers van buiten. Dat betekent dat om in het 24-uursgebied te komen, moet je in het bezit zijn van een festivalticket of een campingbandje. Daarnaast is het wel zo dat wij in dat gebied ook een derde podium neer hebben gezet, waar dat allemaal tribute- en coverbandjes komen te spelen. Zeker een aanrader, er zitten echt wat pareltjes tussen, dus ga zeker bij het derde podium kijken. De Silent Disco, dat was een ontzettend succes vorig jaar, dus die hebben we dit jaar uitgebreid. Dus ook dat is wel een aanrader om weer te gaan bezoeken. Wij hebben heel veel investeringen gedaan in het terrein waar wij ons op bevinden. We hebben een vaste spanning aangelegd en daarmee zijn we op dit moment nog uniek in Nederland. Dat betekent dat ons festival volledig op vaste spanning draait en niet meer op dieselaggregaten. We hebben weliswaar nog dieselaggregaten achter de hand, mocht er iets misgaan. Maar in principe draait het hele festival volledig op vaste spanning. Daarnaast is het zo dat wij waterleidingen in hebben gegraven en duurzaam met ons water omgaan. Al het water wat bij de douches en dergelijke op de camping gebruikt wordt, wordt direct weer terug naar de toiletten gepompt en wordt een tweede keer gebruikt voor de toiletspoelingen. En ook daarmee zijn wij voorlopend in Nederland. Ja, het wordt warm komend weekend. Wij zijn ons daarop aan het voorbereiden. Maatregelen die we onder andere nemen is dat mensen hun flesjes mee mogen nemen zonder dop. Er zijn verschillende waterpunten aanwezig op onze sanitair voorzieningen. Dus bij de toiletten is drinkwater aanwezig waar mensen hun flesjes kunnen vullen. We zullen met de EHBO zorgen voor sponsen en water zodat mensen gekoeld kunnen worden. Smeer je goed in, neem een petje mee. Maar we nemen alle maatregelen die daarvoor nodig zijn, zodat iedereen ondanks het warme weer gewoon een fantastische Bospop kan doen.